Hey, goedemiddag. Welkom bij Autoshiro. Golf GTE, een van de drie die ik momenteel heb. Origineel Nederlands geleverd en een unieke kilometerstand. Slechts 66.000. Wit van kleur, bomvol opties. Hybride, GTE. Wat is er zo leuk aan zo'n hybride? Je rijdt ongeveer 40 kilometer puur elektrisch. Heb je een paar zonnepanelen thuis en je hebt wat over, ja, dan ga je heel goedkoop rijden. Je wegenbelasting is de helft, dus je betaalt voor deze auto rond de 30 euro per maand. Je kunt thuis opladen met een stekker, gewoon met een 220 stekker. Dan doe je er een uur of zes over. Maar je kunt ook een snellader kun je hem op aanleggen. Dan moet je even een kaartje bij de ANWB kopen en een snellaadkabel. Die wordt bijgeleverd. Geweldig leuke auto. Ik heb er drie. Deze heeft wel echt belachelijk weinig gereden. Komt ie even. Parelmoerwit. Adaptieve cruise control. Dat zie je aan de sensor hier. Parkeersensoren voor en achter. Hierachter, daar kun je hem opladen. Daar zit de stekker namelijk. En 66.000 kilometer, ja, dat verwacht je dan. Een auto die zo goed als nieuw is. En dat is hij. 18 inch lichtmetaal, origineel privacyglas. Nou, dat is wit. Met zo'n zwart dak. Maakt hem wel heel erg stoer. Trekhaak zit er ook al achter. Is afneembaar. Als je hem niet mooi vindt, pak je hem er zo af. Mag 1500 kilo trekken. Dus dat is ook leuk van zo'n hybride. De witte plaat zit erbij. De laadkabels hebben we er natuurlijk uitgehaald, maar zitten erbij. Geen krasje of deukje te vinden. Echt keurig netjes opgepast. En hier houdt het nog niet op, want van binnen ook echt bomvol. Privacyglas, ik noemde het al, vinden de kids ook fijn. Half leder, half alcantara, de donkere hemel. Met dat dak dat ook open kan, heel dik uitstralen. Accu zit niet helemaal vol, geeft nou 30 kilometer aan, dus die 40 is wel reëel. Er moet wel even wat benzine in. Adaptieve cruise control, het afgevlakte stuurwiel. Afgeleid van de GTI, alleen nu met een blauw stiksel. De GTI heeft hem met een rood stiksel. Elektrisch inklapbare spiegels. En volgens mij heeft hij ook Apple CarPlay. Ja, kijk. En dat is echt een geweldige optie. Je koppelt je iPhone of je Android. Je gaat naar kaarten op je navigatie en die brengt je op de vierkante centimeter. Geef files aan, geef flitsers aan. Je hoeft nooit meer de navigatie van Volkswagen te updaten. En dat is wel een hele mooie optie. Nogmaals, 66.000 kilometer. Rijd er een ton bij, heeft hij 160 gedraaid. Krijg je een super goede restwaarde. Is hij echt nog een boel geld waard. En je blijft alle rare kosten voor. Kijk, na de 200.000 kilometer moet een distributieriem. Kan er eens een keer wat gaan gebeuren met een Megatronic of wat dan ook. Dit is wel echt uniek. Wil jij je diesel inruilen of iedere andere auto? Ik ruil alles nog steeds graag in. Stuur me wat foto's via WhatsApp, krijg je direct een bieding. Wil je deze zakelijk kopen? Geen probleem. Financial lease voorstel heb je binnen 5 minuten van me. Sorry, de parkeersensoren werken ook. Oh, en deze heb ik nog niet genoemd. Er zit zelfs een automatische parkeerfunctie op. Dus je drukt op de knop en de auto gaat zichzelf parkeren. Wil je dat ik je zie? Ben je van harte welkom in Krachenburg. Wil je dat ik bij jou kom? Geen probleem. Wil ik wel graag financieel vast uit zijn. Dank voor de aandacht. Heel graag tot ziens. Hoi.